die jongens bezig zie, dan wil je niet weten wat er aan mijn vingers gebeurt. Dan jeukt als een geest. Nou, gistermiddag had hij wel even zoiets van verdorie. Je keek te veel naar anderen en dat moet je niet nu doen. Dus ik zei, je gaat gewoon vanavond relaxed, je gaat gewoon even back to basic. Ik heb nog niks kunnen zien qua metingen. Maar ik weet wel dat er, zoals een Koreaan en zo, dat zijn zulke robots. Ik denk dat je daar zelf niet mee kan vergelijken. De jongen doet zijn best, alleen tegen zulke jongens is bijna niet op te boksen. Dus tot nu toe is het iedere dag is het nog goed gegaan. Mijn opdrachten heb ik naar tevredenheid af kunnen ronden en alles binnen de tijd. Zenuwen heb ik in principe nog niet veel gehad. Net 's ochtends voordat je je werkvloer opkomt, heb je een klein kriebeltje in je buik van we moeten weer aan de bak. Maar de echte zenuwen zullen morgen pas komen voor de prijsuitreiking. Ja, als ik me vergelijk met toen, ik zie af en toe nog tekeningen terug die ik toen gemaakt heb. En dan denk ik bij mezelf, heb ik dat gemaakt? Dan is het nu echt met sprongen vooruit gegaan. In het begintraject was ik een klein zenuwachtig verlegen jongetje van 16. En nu ben ik ondertussen, ja, zenuwachtig is niks meer voorover, verlegen, af en toe. En ik ben 18. Ja, een super ervaring. Dit is zo, dat is bijna niet uit te leggen thuis. Een vierdaagse competitie, 6 uur per dag. Op de toppen van je kunnen onder stress presteren. Nou, daar ben ik trots dat hij dat doet. Iets neerzet wat hij 2 jaar geleden nog niet voor mogelijk had gehouden. En dat hij gewoon nu ziet dat al zijn inspanningen beloond worden. Alle dagen, weekenden, avonden die hij erin gestoken heeft. Daar gaat hij gewoon de vruchten van plukken. Ja. Als ze zondag met de medaille naar huis komen, dan... naar mezelf kennen, zullen de tranen dan rijkelijk vloeien. Dat zal zeker gebeuren. Ja, dat maakt het dan helemaal af. Yo, echt hoe maten, gewoon super en zeker deze World Skills. Ja, ik heb alleen maar genoten eigenlijk. Ik kan er niet meer stuk. We zijn allemaal techniekjongens, we zijn allemaal gedreven, we zijn allemaal praktijkmensen. Dus de vakkennis zit er echt wel in. En nou de laatste paar dagen komt het echt gewoon op het perfecte moment komt het eruit. Omdat we zo'n team zijn, kun je gewoon dingen flikken. En dat hebben we nou gedaan. Als ik zondag met medaille naar huis ga, of ja, als we... zondag met medaille naar huis gaan, ja dan, dat zou helemaal geweldig zijn. Geen ook kippenvel. Je mag het maar 1 keer meemaken. En dat is eigenlijk toch wel jammer, want wat je hier meemaakt, dat is geweldig. En dat is een ervaring die ze nooit meer van je af kunnen pakken. We maken enorm groei door mentaal en ook gewoon met je werk, zeg maar. Je leert echt heel super veel bij, dat kun je op school niet bijleren, zoveel als je hierbij leert. Uitgeput en ongelooflijk blij, echt. Toen het goed ging, ja, het was niet te beschrijven hoe ik me voelde. Ik was zo blij, ik moest ook een paar traantjes wegpinken, want het ging echt... Ja, ongelooflijk was dat. Wat een heerlijk gevoel was dat. Nee, ook al heb ik nou nog geen uitslag, ben ik echt trots op mezelf. Ik ben boven mezelf uitgestegen tijdens de wedstrijd. Ik heb dingen bereikt die ik in mijn trainingen niet heb bereikt. En ja, het is gewoon allemaal super verlopen. Een geweldige ervaring. En ja, helemaal super. We werden opgeroepen dat we naar voren moesten komen. Nou, ja, dan zit je al bij de eerste 3. Dat was
Ja, zo'n fijn gevoel. Niet normaal. Het gevoel kan het nog niet echt beschrijven. Ja. Nog niet. Het geluk dat we op tijd, of dat we vroeg bekend werd dat we dat we vroeg op de avond waren. Ja, dadelijk flink partyje en dan blijven genieten nog steeds. Ja. Lekker een pilsje pakken met z'n drieën. Zeker, Rolf, die heeft heel nodig, hè? Ja. Ja. Zeker, Rolf. Ja, dat is klaar. Dan kan je avond, de hele week, alles is vet.